Goedemiddag, leden van de kindergemeenteraad op deze tweede informatieavond van jullie, voor deze bijzondere lessen die jullie op school gevolgd hebben. Welkom familie, opa's, oma's, broers, zussen, kennissen, vrienden, vriendinnen, de leerkrachten natuurlijk welkom, raadsleden en alle andere aanwezigen op dit publiek. Allemaal welkom op deze tweede informatiebijeenkomst. Het is de derde vergadering van de kindergemeenteraad. Vorige keer hebben de helft van de scholen hun voorstel gepresenteerd. En toen hebben jullie gekozen voor het voorstel van basisschool De Trino. Voor een proefjeslab en het voorstel van basisschool Ron Cally. Om jongeren en ouderen bij elkaar te brengen. En deze keer staan weer een aantal voorstellen op de agenda. En ook nu mogen jullie deze weer beoordelen. En er twee door laten gaan. De twee winnende voorstellen van vandaag gaan door naar de slotbijeenkomst op woensdag 4 maart, waar dan gekozen zal worden waar jullie een keuze moeten maken uit de vier winnende voorstellen. Dan wil ik het woord geven aan basisschool De Boskriek. De kinderraadsleden zijn Paulien en Ilse en het voorstel gaat over een kookfeest. Succes! Wij gaan ons plan vertellen. Ons plan is een kookfeest. Als de kinderen willen meedoen, dan moeten ze inschrijven. En dat is een week voor de eerste bijeenkomst. En daarna wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd. Op die eerste bijeenkomst wordt de lijst van ouderen gemaakt en de uitnodigingen worden gemaakt. Waarom dit plan? Bij groep 8 op onze school hebben we dit ook gedaan en nu willen we graag het heel weekend gaan doen, want het was een heel groot succes. De kinderen leren alvast met ingrediënten omgaan en dan is er iemand die uitlegt hoe het allemaal moet en zo. En het houdt veel kinderen bezig met leerzame en leuke dingen en dan weten ze sommige kinderen alvast hoe ze het moeten doen. Ouderen die eenzaam zijn hebben soms hun vrouw of man verloren. Wij willen daar aandacht aan besteden. Wij hebben daarvoor een kookplan bedacht. En proberen dan nieuwe vriendschappen tussen ouderen en kinderen te laten komen. En natuurlijk willen wij ook dat het heel gezellig wordt. De spullen kunnen we lenen van andere mensen en bedrijven. En van het geld dat we overhouden kunnen we ook nieuwe spullen kopen. En de ouderen en de kinderen moeten zelf bestek en bord meenemen. En de spelletjes mogen ze ook zelf meenemen. We gaan door tot het geld op is. En als andere kinderen het leuk vinden, dan kunnen we elk jaar bijvoorbeeld een sponsorloop organiseren. Dit was ons plan. Stem op ons. Waarom koos je voor dat idee? Wij vonden het fijn om ouderen te helpen en kinderen en ouderen meer met elkaar in verbinding te brengen. Denk je dat je gaat winnen? Dat weet ik nog niet. Ons idee heet Bibriant, naar idee van groep 7 van de Antoniusschool. Wij zijn ver dit idee gegaan omdat de bij uitsterft. En ja, wij heel veel van ons leven houden. Want als je bij doet, gaan wij uiteindelijk ook wat. Bijen zijn belangrijk voor de mens, omdat bijen stuifmeel van bloem naar bloem brengen. En daardoor zorgen dat er weer nieuwe planten en verse vruchten groeien. Het is 2-12 voor de bij. Dit betekent dat de bij bijna uitgestorven is. Het filmpje vertelt verder over het probleem. Het is zo dat we sinds een jaar of 5 hebben we echte problemen met onze bijen. En dat betekent dat het uitzicht in de bijensterfte, en dat noemen wij de wintersterfte. En daardoor kan wel een 20% van onze bijen kunnen de winter niet doorkomen. Dat gewoon in het ecologisch, organisch systeem in de wereld
niet meer zou bestaan, gaan wij ten onder. We zijn de tweede exporteur ter wereld van landbouwgewas. En het is dus heel vreemd dat die afhankelijk is van hobbymatige inputs. Dus ik vind het ook niet zo verwonderlijk dat het zo fout gaat in de wereld met de bijen. Want je ziet hoe we met de natuur en met de bijen omgaan. Ik vind de MBV, heeft mijn hart gestolen, net als de anderen. Dus het is van groot belang dat zij in Wageningen hun vleugels nog meer kunnen uitslaan. Wij hebben meer natuur nodig, schone natuur. De mens komt daarbij. Dus de mensen kunnen wij dat verhaal vertellen dat de bijen in nood zijn. En dat we om onze omgeving te versterken de bijen moeten redden. Is extra geld nodig. En dat extra geld dat vragen we graag nu. En hier hebben we dus de knop waar u nu kunt doneren. Ons plan is om kasten neer te zetten bij of op basisscholen. Aan de voorlichting laten geven door een imker. Die imker die helpt ook een groepje met het onderhouden van de bijenkast. En we willen ook bijenzaad uitdelen, dat is stuifmeelhoudende bloemen. En de opbrengst van de honing, daarmee kun je de imker weer betalen en de bijenkast weer onderhouden. Eén ding moet jullie zeker weten, als het plan doorgaat moet je de bijen niet pesten, want dan gaan ze steken. Ons leven hangt van de bijen af. Steun ons briljant idee. Bedankt voor jullie aandacht. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Ons onderwerp is het spel Twister op alle schoolpleinen neer te leggen. Het gaat om een grote twister voor maximaal 12 personen en op alle scholen in de hele gemeente Wijchen. Het doel is om kinderen meer te laten bewegen. Beweging is gezond. Op deze manier kun je op een gezellige, maar ook op een sportieve manier de kinderen laten ontspannen. Ook is het goed om te leren met een groepsactiviteit. Mogelijke knelpunten. De kleine ruimtes. Misschien vinden mensen het niet mooi. En je kunt jezelf passeren. Aan de tegels. Wij vinden het belangrijk dat kinderen er plezier van hebben en dat ze ook lekker kunnen bewegen, want dat is ook goed voor je gezondheid en een steuntje uit de bijen. Iedere school kan zelf beslissen wanneer ze het gaan doen. Alleen in de zomerperiode is het best, want dan droogt het verf lekker snel. De duur van het project per school is 1 dag. Wij hebben op school met krijt hebben 121 tegels met krijt dan met twisterkleuren gemaakt. Dit is de 1. De volgende. En dit is dat wij ermee spelen. Oh ja. Stem op ons en dan maken wij jullie blij.